Hele goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik heb me inmiddels klaargemaakt. Wij zijn even onze post aan het checken. Heb ik een boete? Okay. Jongens, er is nu weer goed nieuws binnen. Hij moet... Moet voorkomen. Ja, hij moet weer voor de kantonrechten. Hij heeft weer heel goed gereden, mashallah. Ja, maar dit is 2019, schat. Ja, nou en? Nou en? Moet je maar gewoon... Je rijdt nog steeds zo! Wollah niet. We gaan nu even samen ontbijten, hè? Even wat eten zoeken. Dus ik kon net geen outfit vinden. Toen heeft hij maar gewoon even een shirtje aangedaan. Hij is naar de zeeman gelopen. En nu heeft hij gewoon nieuwe sokken gehaald. En een nieuwe witte shirt voor zijn outfit. Die niet gekreukt. Wij zijn trouwens echt matchy. We hebben allebei jeans. Zo'n gescheurde jeans weer aan. En allebei zeg maar heel licht. Ja, hij heeft wit en ik heb een beige topje erboven. Sorry guys, een beetje een chaotische start van ons dag. Letterlijk alles gaat mis vandaag. Alles gaat fout. Alles. We maken niet eens een grap. Maar goed, ik wil even mijn outfit showen. Ik heb een topje aan van de Zara. Mijn nieuwe broek van de Bershka. Hij is echt heel erg fijn. En ik hoefde hem dus ook niet in te korten. Hij was gewoon perfect. En ik heb mijn nieuwe oorbellen. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar ik ben er zo happy mee. En wij gaan nu even ontbijten bij Meadow. We zagen dat het best wel rustig was daar. Dus ja, perfect. Wat gaan we doen? Alles gaat fout vandaag. Wij zitten inmiddels bij Meadow. Tosti. Het is echt heel lekker rustig. Ze heeft gewoon een tosti met zoetdoek. Oh, lekker. Daar wordt hij wel vrolijk van. Je hebt hier, kijk, je hebt ook gewoon ontbijt, hè? Voor... Het pluspunt van deze dag. Tosti met sujuk. Ik heb hier, je hebt ook gewoon ontbijt. Je hebt altijd hier nog wel bestellen. Er staat niet een tijd bij. Oh, dat maakt me al zo gelukkig. Een rustige plek waar ik lekker Turkse thee kan drinken. Oh, ja. Guys, dankjewel. Heb je een Caesar salad? En Nessim heeft een tosti special en ook nog lumpia's besteld. Maar dit is gewoon mijn eten. Perfect. Guys, mijn salade is echt lekker. Had ik niet verwacht. Wij ons vandaag echt heel erg wagger hebben gevoeld. We voelen ons nu iets beter. We hebben gegeten, heerlijk. Ja. We gaan vandaag ook echt een heel gezellige dag van maken. We gaan vandaag even andere mensen blij maken. Heel simpele dingen. Hey, mag ik alsjeblieft betalen? Ja, tuurlijk. Kan ik met binnen betalen? Binnen? Ja, met nummer 34. Okay. Dus wij gaan even andere mensen blij maken vandaag. Dat is onze doel van de dag. Okay. We willen jou wat vragen, hè? Ja, je mag een getal kiezen tussen de 10 en de 30. Kies dan. 16. Ja, dat wordt je voor je. Ja, dat is het. Hier, maak maar 20 van. Ja, omdat je zo aardig bent. We dachten, we maken andere mensen vandaag blij. Ze hebben verspreiding. Ze mocht kiezen tussen een getal tussen de 10 en 30. En het getal werd dan haar voor. En ze zei 16. Maar ja, het is wel een beetje moeilijk om te betalen. Ja. Dus ik kreeg gewoon 20. Ik ga nu even foto's maken voor Instagram en Nessim gaat me daarbij helpen. Ik vind het gebouw ook heel erg mooi. Is dat niet gewoon... Het is een geweten waar mensen op trouwen en zo. Ja, het stadshuis, hoe heet het nou ook weer? Stadshuis. Ja, het stadshuis. Oh, de lulooi. Leuk hoor, zo in de stad rondlopen. Matchy. Ja. We zouden graag shoppen vandaag met een mondkapje. Oh, is het echt een hel? Maar ik krijg wat wil ik maar zeggen? Ik kan wel zeggen, vrouwen die echt heel mooie ogen hebben, zo'n groot blauwe ogen. En zo'n mondkapje echt gewoon fucking mooi. Maar bij mij, echt niks aan. Nou jongens, vooral Nessim is geslaagd. Ik heb een nieuwe ring van H&M. Denk dat je me zo misschien beter ziet. Oh, is dat leuk? Ik weet het niet, zie je hem? Ja toch, slangetje. Mijn camera focust alleen niet. Kijk, mijn nieuwe ring. I love it. Oh, zijn we geslaagd of niet? Ja. Leuk hoor. Onze shopping is echt geslaagd. We waren vandaag wel even andere dingetjes halen. Dat is niet gelukt. We waren langs de Bijenkorf. Hele lange rij voor Louis Vuitton en weet ik veel wat. Geen zin in. We zijn gewoon lekker naar de H&M en Zara gegaan. Daar zijn we gewoon hartstikke geslaagd. En we zijn nu bij de Starbucks. Even een koffietje drinken. Afkoelen en dan richting huis. Ik voel me al veel beter vanochtend. Jij? Zo. Onze opstart was gewoon echt abnormaal slecht.
kreeg gewoon slecht nieuws. En nu gaat het veel beter. Ik begon al bij dat ik zeg maar wakker werd. Ik had gewoon een mental breakdown, zeg maar. En toen gingen we naar beneden en toen had Nessie dus die brief ontvangen van het Openbare Ministerie, dus moet voorkomen. Toen daarna iets met de auto aan de hand, gewoon... Kijk, dit is trouwens de ring die ik heb gehaald. Hier zien we veel beter, hij is gewoon van H&M hoor, maar... Ik zag wel veel dat die Cento en zo hem ook hadden, maar ik vind deze echt zo mooi. Het is zusjes tijd! Zieke man! Kom! Sissy-time! Verplichte Sissy-time! Kusje! Kusje! Leuk hoor! Oh, nou jongens, wij zijn weer thuis. Wij zijn geslaagd. Wij hebben... Oh, ik wil aan het echt waar. Twee zakken vol met nieuwe kleding. Yes. Echt top. We hebben echt heel veel bezigs gehaald. Waarom zo ver? Ik vond het leuk om te laten zien met de katten. Oeh. Ik heb één keer mijn nieuwe schoenen. Oh ja. I love them so much. Yes. Ja. En wat ik heb heel veel nieuwe dingen gekocht. Laat maar zien. Bijvoorbeeld deze. Polo crop top. Yes. I love it. Hij lijkt heel klein. Het is gewoon een S. En ik heb hem ook in het wit. Ja, mooi. Ik heb... Even kijken. En moet je alles wat je hebt gehad op tafel leggen. Ik heb het vestje gekocht. Ik vond het heel erg leuk. Want stel je voor, ik heb een jurkje op ze aan. En ik wil mijn armen bedekken. Dan kan ik het eroverheen doen. Yes. I love that. En ja. Ze heeft echt zoveel basics van de H&M. Hij heeft echt heel veel gekocht. Gewoon, zien jullie dit allemaal? Dit is mijn zak. Ik ben altijd voor neutrals. 10 neutrals en dan zie je soms zo blauw erdoorheen. Love it! Nog meer kleding voor de Mirjamma! It's a good day! Guys, ik heb net heerlijk gedoucht. We waren echt zo moe toen we thuis kwamen. We even gingen liggen met z'n tweeën. En daarna even lekker gedoucht. En nu ga ik eens mijn drinken drinken. Ik had je laten zien dat ik dus cappuccino had gehaald. Die koude cappuccino met amandelmelk. Die ga ik nu pas proeven, want ik heb hem nog niet eens gehaald. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb hem lekker in de koelkast gedaan. Deze, de groene. Oh, man. Oh shit, die heb ik niet bewaard. Ja, ik ga even proeven of die al lekker is. Bleh. Is die vies? Mm. Nesme is weer even naar de comedy club. En ik ben weer alleen thuis. Hij wou eigenlijk meeging, maar ik dacht van nee, ik heb er niet zoveel zin in. Dina, doe normaal. Ik had er gewoon niet zoveel zin om eerlijk te zijn. En ik wil gewoon even lekker thuis blijven. Ik wil even lekker douchen. Dat heb ik gedaan. En nu kan ik lekker eigenlijk mijn series kijken. Nesme heeft al het commentaar op mijn series. En als hij dan weg is, dan kan ik gewoon alles even op mijn gemak kijken. Voor de mensen die het dus niet weten. Ik heb dus twee kuiltjes in mijn gezicht. Eentje hier. Moet ik even zoeken hoor. Ja. Eentje hier. Of hier, ik weet het niet meer. In ieder geval hier. Maar ik heb dus ook een kuiltje. En deze komt echt bijna nooit voor. En dat is hier. Zien jullie dat? En meestal als ik dus lach, dan komt die. Echt dat ik een kuiltje hier. Dat heb ik altijd al gehad. Gewoon echt op mijn babyfoto's zie je die kuiltje ook gewoon als ik lach. Dat is echt heel grappig. Maar ik heb het echt nog nooit bij iemand gezien dat iemand zeg maar een kuiltje hier heeft. Wel hier altijd of hier of zo, maar nooit hier. Dus mocht je zo'n kuiltje hebben als je lacht, laat me even in de comments weten, dan ben ik niet alleen. Dat vond ik trouwens echt altijd lelijk, deze kuiltje. Maar nu vind ik hem echt heel cute. Ik zou het echt nooit laten weghalen, wat dan ook. Ik heb vandaag eigenlijk alleen nog een salade gehad, dus ik maak nu even een tosti. Met tonijn. Daarboven lekker paprika. En peterselie erboven. En als laatst uitjes erbij. En dan gaat hij nu in de tosti. En een theetje erbij. En dus naar Double Shot. At Love with DJ Pauly en Vinnie aan het kijken. En mijn pakketje aan het uitpakken van Naked. Ik zit dus echt voor alles uit te pakken. En ik vind eigenlijk alles nog best wel mooi. Met twee dingen die ik heb besteld. Ik denk van...
wat dacht je? Maar hebben we dit ook soms, zeg maar, op het moment dat je iets aan het bestellen zijn, zitten die in een bepaalde vibe. En dan klik je van alles aan en dat je denkt van, als het aangekomen is, van ik zal het nog in mijn leven dragen. Waarom heb ik het überhaupt besteld? Maar goed.